Het doel van de volgende oefening is het rekken van de zijkant van de ribben. Dus het openen van de ribben, het rekken van de tussenribspieren en het rekken van de spieren aan de zijkant, achterkant van de wervelkolom. U voert de oefening als volgt uit. Om de linkerkant te rekken, gaat u beide knieën zitten, eventueel op een matje of op een kussen als u het thuis doet. De rechterbeen gaat voor u als extra steun. De linkerhand gaat boven het hoofd en dan brengt u de rug zijwaarts naar rechts, zodat er rek komt op deze kant. U kunt dan wat variëren, wat meer draaien voorwaarts om wat meer rek aan de achterkant te krijgen. Of wat meer draaien aan deze kant, naar de achterkant, om wat meer rek aan de zijkant voorkant te krijgen. Dus voel goed dat u op de goede plek de rek voelt. U bespreekt met uw behandelaar hoe lang u het vasthoudt. Zorg dat de oefening geen pijn in de rug doet, maar dat u wel gewoon lekker rek in de flank voelt. Mocht de oefening toch klachten geven, zorg dan dat u iets minder ver gaat. Dus begin met een kleine beweging in plaats van helemaal de bewegingsuitslag te groot te maken. Dus maak het iets compacter, beweeg iets minder ver. Mocht je de oefening wat intensiever willen maken, zoek dan goed de rek op. Draai een beetje. Ga met de ademhaling nog extra de ribben openen. En dus door diep naar de buik en naar de flank te ademen, gaan de ribben nog wat verder uit elkaar. En zul je voelen dat er bij die inademing nog wat meer rek ontstaat. Dus gebruik de ademhaling. Bespreek goed even met je behandelaar hoe lang je het vasthoudt en hoe vaak je het doet. En zorg er vooral voor dat de rug in pijn, maar dat je goed rek aan de zijkant voelt.